Pax heeft ervoor gepleit dat er ook een Kamerdelegatie bij de onderhandeling aanwezig is. Omdat we het belangrijk vinden dat ook de Tweede Kamer ziet wat er in het, tijdens de onderhandelingen gebeurt. Naast mij zit Sadet Karabulut van de SP. Zij is aanwezig bij de onderhandelingen. En Sadet, hoe gaat het tot nu toe? Ja, prachtig om te zien, indrukwekkend natuurlijk. Er zijn hier meer dan 130 landen bij elkaar om te onderhandelen om te komen tot een kernwapenverbod. Zodat we eindelijk alle kernwapens van de wereld kunnen verwijderen eigenlijk. En het is bijzonder om dat mee te mogen maken. We hebben nog een paar dagen te gaan, een paar weken te gaan. Wat hoop jij dat deze 130 landen gaan bereiken in deze tijd? Ja, uiteraard dat er een verdrag komt voor het totaal kernwapenverbod. Dat is heel erg belangrijk. Maar ja, vervolgens zijn we er nog niet. Alle landen moeten ondertekenen natuurlijk. We zullen onze eigen regering zover moeten krijgen dat ze gaan ondertekenen. Vervolgens moeten we als parlementariërs het ratificeren. Dus met andere woorden, we moeten doorgaan met onze strijd voor een kernwapenvrije wereld. En dit is een belangrijke stap erin. Sarah, jij bent hier. Maar waar zijn eigenlijk jouw collega's van de Tweede Kamer? Ja, die hadden heel graag mee gewild, maar de minister was ontzettend laat met zijn toestemming, waardoor zij niet konden. Ik gelukkig wel, dat is heel fijn. En Nederland zit in de zaal. En wat vind jij dat onze regering tijdens deze onderhandelingen voor een rol in moet nemen? Ja, wat wij heel erg belangrijk vinden is dat we hierheen zijn gekomen met de delegatie. Dat was ook niet zomaar een gegeven. We hebben daar als Kamer ons best voor gedaan. Er is in verschillende debatten natuurlijk de positie van de partijen verschillen, maar wel een Kamerledenmotie of bijna een Kamerledenmotie aangenomen. Dat heeft gezegd, het kabinet moet daar naartoe. En we willen heel graag dat er ook een Kamerdelegatie bij is. Dus dat ze hier zijn, dat ze een actieve rol spelen als NAVO-lid, dat is enorm belangrijk. Alleen al de symboliek. En wat ons betreft gaan we daarin door met die actie.